Hey, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog, of eigenlijk een nieuwe vlogreeks. Yannick en ik zijn op dit moment met Lana op Schiphol, want we gaan op vakantie naar de Kaapverdische eilanden, naar het eilandje Sal. En over 2 uur vertrekt het vliegtuig en dan kan onze vakantie beginnen. En ik was wel van plan om een paar dagen te vloggen, dus vandaar dat ik daar vandaag mee begin. Yannick die zit een puzzelboekje geconcentreerd te maken en Lana die zit een broodje te eten. En we wachten eigenlijk tot we straks richting Boa Vista Island kunnen vliegen. Ja, we zitten in het vliegtuig en we moeten ongeveer 5,5 uur. Dus we hebben nog wel eventjes. Zo, we zijn aangekomen in Kaapverdië en we zitten nu in de bus en we wachten tot we naar het hotel gaan. Het is nu 7 uur 's avonds, maar in Nederland 10 uur, dus we zijn al best wel moe, maar we komen nu aan bij het hotel en het resort en onze kamer. Dus we zijn moe, Lana ligt te slapen in de buggy en we zijn heel benieuwd. Het is hier. Ik ben benieuwd. En dit is onze kamer. Hier is een badkamer met bad, toilet, wastafel. Ons bedje en Lana's bedje, maar we moeten wel even kijken waar we die gaan zetten. Super relaxed, het is hier lekker fris. Heel fijn. Het was een paar uur later. We zijn net gaan eten en daarna gaan douchen en niet heel veel meer gedaan. En we zijn hartstikke moe, dus we gaan slapen. Dus blijf zeker kijken om de rest van onze vakantie te zien. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. We hebben in ieder geval lekker geslapen en zijn een heel stuk fitter als gisteren. Gisteren wel echt zo ontzettend moe. Jullie. En hebben we echt bijna niet gefilmd. Maar vandaag is dag 2, of eigenlijk de eerste hele dag hier. En ik ben al aangekleed. Ik heb een jurk aan. Jurkjes van de Lidl. Yes. Bikini van Hunkemöller. En al lekker ingesmeerd. Factor 30 met Vision. Dus zonder dat ik de hele dag blijf zitten gelukkig. Want nu ik zwanger ben is het nog belangrijker om me goed in te smeren. Mag ik mijn outfit ook laten zien? Het is allemaal Primark. Nou, het internet en wifi is heel slecht. Dus ik ben een beetje offline. Maar ik had vooruit gewerkt. Dus jullie hebben in ieder geval iedere dag een artikel kunnen zien. Of een video. Dus top. Dus we gaan naar het ontbijt. Lekker eten. En dan gaan we rondlopen. En jullie gaan het allemaal zien vandaag. We zijn nu om te ontbijten. Ik zal een beetje laten zien wat ze allemaal hebben. Dit zijn allemaal granen voor in je yoghurt of zo. Melk. Omeletjes laten maken. We zijn nog heel vroeg, want het tijdverschil zijn we vroeg wakker. Engels ontbijt, dus daarom is het nog heel rustig. Lasantjes, koekjes, broodjes, dingetjes. Salades, beleg. Ook salades. Broodje toasten. Heel veel lekkere broodjes en cakejes en dingetjes. En toetjes en fruitsalades. Oh, lekker deze. Fruit. En hier ook fruitspiesjes. Oh, heerlijk. En dit is dan nog dadels en vijgen en zo. Oh, lekker. Dus hier allerlei brood. En koffie, ook heel belangrijk natuurlijk. Zelfs friet wordt een beetje te vroeg voor mij. Tortillas. Maar goed, er is genoeg keus. Breakfast. Ik heb een soort toast met kaas en een bacon eitje met fruit. En ik liet ook een omeletje maken. Met groenten. Chino thee. Vind je het lekker? Heb je het fruit al laten zien? Ja, heb ik al laten zien. Zo lekker, zoveel. Lekker gezond. Kijk maar hoe mooi het er hier uitziet. Het is echt super relaxed en de zon schijnt. Het is pas 8 uur hier dan, maar het is echt al super zonnig. Dus we hebben echt geluk mee gehad. En na een lekker ontbijt lopen we nou terug. Even rondwandelen, even kijken, want het is hier heel groot. Dus even kijken wat er allemaal te beleven valt. En straks de receptie. En dan krijg ik ook alle informatie van Arker wat er eventueel aan excursies en zo te doen is. Dus super relaxed. Echt. We gaan hier echt een heerlijke week beleven, denk ik. Toch, Lana? Die heeft er ook heel zin in. Ze roept de hele tijd te wijzen naar het zwembad. Lekker relaxed. Ze wijst er continu naar het zwembad, dat ze erin wil. Dus echt heel leuk. En dit is het strand van het resort. We zijn nog aan het bouwen. Het is ook nog vroeg. Ik ben bij de receptie geweest voor de informatie zeg maar, van Arke. En we hebben voor maandag een auto gehuurd, zodat we lekker de hele dag het eiland kunnen ontdekken. Dus dan ga ik natuurlijk allemaal vloggen.
gaan we zo lekker zwemmen. En daar heb ik echt heel veel zin in. En ja, Lana ook, want die roept het echt al continu. En net stond ze al, want we hadden de bandjes uit de tas gehaald. En stond ze al gelijk, ik wil ze aan. Terwijl het volgens mij niet eens zo lekker zit. Maar ze wil gewoon echt het zwembad in. Dus we gaan lekker het bad in. En we zijn al één keer meer. Dus lekker. Oh, we zijn nu bij het zwembad. Heerlijk, al even gezongen. En daar zitten Lana en Yannick in het zwembad. En het is zo schattig. En Lana die geniet echt. Het is zo leuk om te zien. In het begin was het een beetje wennen en koud. Maar daarna is ze helemaal losgekomen. Ik zal even laten zien. Hallo! Lana heeft haar nieuwe zwemluiertje aan. Echt zo cute. Goed zo! Echt super relaxed bad. Frisse temperatuur, maar went wel snel. Zulke schatjes samen. Ja. Nou, daar liggen we. Lekker te chillen. Echt een ultiem vakantiegevoel. Ik had lezen en heel veel mensen zeiden dat hij fout is. Minder leuk dan de andere delen, maar ja, dan ben ik natuurlijk toch nieuwsgierig. Dus dit is het deel vanuit de Grey. Lekker dik boek, dus ik heb nog even te gaan. En ik ben heel benieuwd. Ik ben op pagina 30, dus ik heb nog even. En op zich ben ik wel verrast. Ik vind het wel leuk. Ja, maar we zien wel wat ik verder ervan zal vinden. Tijd om te lunchen. Ik heb light cola en precies met spinazie en gratin. Tomaten met volgens mij couscous en rozijntjes. Ja, tomaat, worstje, worteltjes en een stukje brood met kaas. Oh, nou, na de lunch zijn we naar de hotelkamer gegaan. Daarna viel tijdens het eten al wat in slaap. Dus die viel in slaap, dus zijn we even gaan uitrusten en zo. Nu is het ongeveer 4 uur. Hi. En gaan we even reserveren voor het eten voor vanavond. We willen naar het Afrikaanse restaurant. Restaurant reserveren waar we al te laat mee, dus het kan vanmorgen. Dus gaan we morgen naar het Afrikaanse restaurant. Dit deel is voor de kleinere kindjes, dus hier willen we morgen gaan zwemmen. Heel leuk. Cocktailtje, wel alcoholvrij natuurlijk. Ik heb een pina colada. En je hebt lekker een sapje. Hier is het theater, daar gaan we straks nog naartoe. Maar show. Oh ja. Ik zo. Weet nu niet, maar er is er eentje. Oh, ze zijn aan het volleyballen. We zitten nu nog op het karretje. En we worden naar de receptie gevoerd. Ik was pretty fast, hè? Huh? Ja. Oeh, Lena vindt het ook spannend. En inmiddels zijn we een paar uur verder. En gaan we lekker eten. Ik zal even laten zien wat ik heb. Pasta die ze net voor me hebben gemaakt met champignon en paprika, ui, ham, tomatensaus en kaas, parmezaanse kaas. Een lekker verse jus. Lana heeft ook lekker pasta. Wil je niet iets halen? Ik zie wat er mee. Nieuwe show. Nou, net waren we even bij de mini-disco, maar waren we vrij laat. En nu, oh wow, ik ben helemaal paars. Gaan we nog even denk wat drinken en dan weer richting het hotel. Of dan richting de kamer om op tijd naar bed te gaan. Lana moet natuurlijk op mijn bed. Ze heeft tussendoor wel heel lang geslapen, gelukkig. Oh, dan ben ik weer in het donker. Maar we zijn zelf ook wel moe en het is, ik weet niet hoe laat het is, 9:30 of zo. Het is natuurlijk een tijdsverschil, dus voor ons gevoel is het echt al wel minder. Tussen Nederlandse tijd is het 11:30. Ons gevoel zit nog een beetje op de Nederlandse tijd natuurlijk. En er lopen hier heel veel katten rond. En Lana vindt het echt prachtig. Die roept de hele tijd katje. Want ja, die is natuurlijk Patrick gewend. Dus ik denk dat ze stiekem hoop Patrick tegen te komen. Nou ja, ze roept heel de tijd ijsje. Katje of ijsje. Katje. Ja. Dus ik weet niet wat ze wil. En we zijn weer terug op de hotelkamer. We gaan lekker slapen zo. Dan zie ik jullie in de volgende vlog en wil ik jullie bedanken voor het kijken. Op een hele leuke dag gehad toch, schatje? Ja, heel leuk. Ik was heel afgeleid. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En tot de volgende video. Doei! Ik kijk heel de tijd omhoog naar het schermpje. Moet je niet doen. Nee, moet ik niet doen.